Hallo allemaal en welkom bij Easy Dutch. Het kanaal waarop je Nederlands leert zoals het echt gesproken wordt. Ik ben Leon en ik sta vandaag met Mario in Eindhoven. We gaan vandaag aan de mensen vragen hoe je Nederlanders herkent als ze op vakantie zijn in het buitenland. Ben jij ook benieuwd? Laten we beginnen. Ben je dit jaar al op vakantie geweest? Ja. En waar naartoe? Naar Curaçao. Mijn familie woont daar, dus ik ging voor familiebezoek. Ik ben naar IJsland geweest, 2 weken. Ik ben naar Florida gegaan. Bent u dit jaar al op vakantie geweest? Ja, ik ben dit jaar op vakantie geweest. En waar naartoe? Ik ben naar Zuid-Afrika geweest. En ik ben een weekje naar Volendam geweest. En waarheen dan? Naar Spanje. Deze keer heb ik vooral gerelaxed. Zwembad, strand, ja, dat. Ik wou in de winter misschien weggaan, als het weer koud is. En dan naar de zon toe. Nee, dit jaar niet. Nee. Ik ga wel vaak op vakantie. Ik ben iemand die echt graag reist en zo. Maar dit jaar nog niet echt weg geweest. Ik ben wel naar Keulen trouwens geweest voor een weekendje. Maar ik tel dat niet echt als reizen. Beetje meer van als je een week weggaat naar het buitenland, dan tel ik dat meer als reizen. Ik weet niet, ik heb het niet meegeteld, maar... Ik ga wel van reizen. Ik ben 2 weken naar Frankrijk geweest. Ardèche en de Côte d'Or en de Droom. Ik ben naar Creta geweest. En ik zou dit jaar nog naar Italië. Alleen door omstandigheden ging dat niet door. Dus nu zijn we ook hier naartoe op vakantie. Vakantie in eigen land? Ja, dat is het wel geworden uiteindelijk. Wij komen zelf uit Friesland. Dus we zijn op zich wel een stukje verhuisd nog. En wat doen jullie op vakantie? Wat voor type vakantiegangers zijn jullie? Ik ben een echte kampeerder. Wij gaan eigenlijk het liefst met rugzak en tentje. Lopend van die lange afstandswandelingen maken. De natuur in gaan vind ik leuk. Of naar oude gebouwen gaan, ze hebben geschiedenis zien, om maar zo te zeggen. Sightseeing dus een beetje, ja. Yeah. Ik hou wel van een mix. Dus wel ook op het strand liggen, maar ook leuk de natuur zien in de omgeving. Ik doe nog geen lange afstandswandelingen. Maar vaak met een huurautootje gewoon de bergen in of naar een meertje of iets dergelijks. Ben je wel eens Nederlanders tegengekomen op vakantie? Jawel. Ja, het is moeilijk om dat niet te doen, zou ik zeggen. Het hangt een beetje vanaf waar je op vakantie gaat natuurlijk. Ja. Maar als je naar in Europa, dan Frankrijk, zeg maar, is de helft van de mensen die tegenkomt op een camping is Nederlands, lijkt het. We vallen wel op, ja. Ik heb er misschien 1 of 2 gezien. Ze zijn best wel luid, dus ja, ze vallen wel op. En zat je dan op een camping of waar ze? Ja, op een camping. En zaten daar veel Nederlanders of vooral Spanjaarden? Ja, er zaten heel veel Nederlanders, ja. Ja. Toevallig zelfs op een kleine camping staan. Die was van 2 Belgische dames. Dus er waren alleen Belgen en Nederlanders. Dus, en daar midden in Frankrijk. Ja, altijd toch? Dat is altijd. Ik kwam laatst zo'n reel tegen op Insta. Dat was van zo'n vrouwtje die al op zijn bed lag. En dan was van, ja, mooi hè hier. Ja, heel mooi. Weet je, als ze zo heel zeker gaan praten. Zo, ben je ook van Nederland? Ja. En als ze eigenlijk gewoon denken, ja, flikker op, je bent op vakantie. Weet je wel, ga niet met Nederlanders praten dat ik op vakantie ben. Maar dat is altijd, ik was altijd tegen. Ja, dat wel, ja. Ja, vroeger wel in ieder geval. In campings op Zuid-Frankrijk werd je altijd goed omringd door de Nederlanders. Ja, Curaçao natuurlijk. Aruba ook. Ja. Oh, in Nederlands kom je overal tegen? Die kom je overal tegen in de wereld, Nederlanders. Zelfs op een heel klein barretje in Mozambique aan het strand kwamen Nederlanders tegen. Dus. En hoe had je dat door? Nou, wij zaten echt in the middle of nowhere was het. Aan het strand. En opeens hoorde ik achter mij 2 luide Nederlandse stemmen. En dan draai je een keer om en dan zeg je een keer, hoi, waar komen jullie vandaan? Ja. En ben je op Kreta ook Nederlanders tegengekomen? Nou, het is eigenlijk gewoon een kolonie van Nederland eigenlijk. Hè? Dus ik ben wel vooral naar Gesonisos geweest. En daar heb je wel heel veel Nederlanders. Eigenlijk alleen maar Nederlanders. Wil je meer tips van ons om Nederlanders te herkennen, zodat je met hen in gesprek kunt gaan als je ze in het buitenland tegenkomt? Neem dan een van de lidmaatschappen van Easy Dutch. Dan kan je met ons op de Discord-server kletsen en al je vragen stellen over deze en andere thema's. We hopen je daar te zien. Dan gaan we nu door met de video.
Waar herken je Nederlanders aan op vakantie? Gewoon type kleren en zo, type hoofd toch wel. Ja, een soort, er komt gewoon een uitstraling bij, zeg maar. Aan hun lengte, aan hoe bijvoorbeeld families hun kinderen behandelen. Dat is, ja, niet kinderen behandelen, maar zeg maar hoe ze hun kinderen laten doen. Dat zie je ook in Frankrijk. Je haalt de Nederlandse kinderen er wel uit. Meestal gaan de Nederlanders die op vakantie zijn gewoon bij een resort gaan wonen. Dus zij zijn echt op de toeristische kant van Curaçao. En de mensen die al wonen, die gaan, ja, dat zie je niet zo vaak. Want ja, wij wonen gewoon op huis, zeg maar. En dan gaan we naar de strand. Maar zij gaan naar de resort of naar de zeekant van Curaçao, de mooie kant van Curaçao. Ja, meestal hoor je ze al wel van een afstandje aankomen. Vooral dat eigenlijk. En dan, ja, ik en mijn familie zitten dan vooral een beetje, dan zijn wij altijd wat stil, gewoon een beetje te, dan kunnen we daar wel om lachen. Maar ja, meestal zijn ze wel vergeleken de andere toeristen een stuk luidruchtiger. Nou, wel aan de manieren hoe ze zich kleden ook wel. Maar vooral de taal natuurlijk. En zeker ook dat ze toch in het Engels, ook al ben je dan in Spanje en spreken daar de mensen, sommige dagen op die camping ook wel Nederlands trouwens. Maar dat ze toch in het Engels dan dingen willen bestellen. En dan met een zeer sterk Nederlands accent. En dan ook wat ze dan bestellen is ook typisch Hollands. Ja, can I have peanut sauce with my fries? Dat, zeg maar. Ja. Hoe ze shoppen, denk ik. Weet je wel? Ik heb daar wel gezegd, toch? Gewoon kijken, niet kopen. Maar gewoon hoe ze shoppen, hoe ze lopen, hoe ze eruit zien. Ja, jij herkent Nederlands wel vaak qua uiterlijk of zo. Ja, toch wel aan de lengte. Vaak wel blonder haar. En je hebt wel echt Nederlandse gezichten, vind ik. Je kan soms van afstand wel zien van, ja, dit kan wel eens een Nederlander zijn. Nou ja, directe taal natuurlijk. Ja, maar ook kleding, manier van doen, hoe ze eruit zien. Ik vind, ja, soms kun je er wel typisch Nederlanders uithalen, ja. Qua kleding, wat is het typisch Nederlandse vakantieoutfit? Ja, dat ligt een beetje aan de leeftijd. Ik denk voor de jongeren iets meer zoals mij en de ouderen staan hier naast mij. Maar kan je die outfit beschrijven? Nou, als je in de bergen bent, dan is het wel vaak gewoon een sportievere outfit. Met misschien een afrisbroek. En op het strand is het een blouseje en een zwembroekje. Het kan natuurlijk ook wel veel Nederlandse voetbal t-shirt zijn. Nederlands elftal, dat soort dingen. Heel vaak hebben ze een petje op of zo. En lopen ze met z'n allen een beetje te lachen. En dan zie ik wel van, ja, jullie zijn Nederlands. Weet je wel. Vaak is het gewoon heel simpel qua kleding. Als je in Italië rondloopt, hebben de meeste mensen toch wel iets chiques aan of zo, zeg maar. Of in ieder geval iets fashionables. En dan Nederlanders zie je toch vaak met zo'n korte spijkerbroek. Eigenlijk wat jij nu aan hebt, zeg maar. Ik zie eruit als een typisch Nederlander op vakantie. Ja. Er is niks, is ook, weet je, niks verkeerds mee, maar je ziet er wel uit als een Nederlander op vakantie, ja. Ja, want ik heb een korte spijkerbroek en een blouseje. Ja, en dan had je nog zo'n zonnebril op moeten, zeg maar. Dan, Die heb ik ook nog in mijn tas. Ja, wel de typische ANWB-stelletjes. Die herken je ook. De oudere koppels, inderdaad, ja. Ja, ja, wat is een ANWB-look? Ja, dan hebben de man en de vrouw hebben dan typisch dezelfde jas aan. Ja. Dezelfde kleding aan, inderdaad. Een beetje de reiskleding. En kaki broek. Als je geluk hebt, mooie afritsbroek. Juist, dat. Precies, ja. Ritsbroek inderdaad, ja. 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 Van die typische outdoor wandelaars of fietsers die dan dezelfde kleding hebben. Rugzakje. Ik ben nog even benieuwd of je nog dingen hebt waar je Nederlanders aan herkent. Qua gedrag misschien? Ja, wel sociaal, denk ik. Ja, denk het wel. Gewoon lekker kletsen, lekker vrolijk. Gewoon met elkaar praten. Ik denk dat veel buitenlanders meer op zichzelf zijn dan wij. Ik hoor ook volgens mij van veel buitenlanders als ze hier komen, dat ze gewoon heel open en sociaal zijn. Met mensen makkelijk praten en zo. Dat vinden ze superleuk altijd. Ik denk dat ook buitenlanders echt trekt aan ons land, denk ik. Ik vind het altijd heel vreemd dat al die Nederlanders naar Friet van Piet gaan. En zo van die dingen. Ben je in het buitenland, heb je lekker buitenlands eten? Nee hoor, kroket van Ed. En lengte, valt je dat op? Omdat wij natuurlijk gemiddeld wel langer zijn. Mensen, ja, sowieso. Vaak wel, ja. Dan zeker in... goed, dat is niet alleen Nederlanders. Maar als je naar Azië gaat of zo en je ziet
dan vaak in ieder geval westerse mensen wel erboven uitsteken, is toch zeker Nederlanders. Bedankt allemaal weer voor het kijken naar deze video. We hebben nu gezien hoe een typische Nederlandse vakantieoutfit eruit ziet en hoe je Nederlanders in het buitenland dus kunt herkennen. Schijnbaar heb ik zo'n outfit aan, namelijk een blouseje en een korte spijkerbroek. Wij zijn benieuwd, hoe zien mensen uit jouw land eruit als ze op vakantie zijn? Waar herken je ze dan aan? Laat het hieronder weten in de opmerkingen. Vond je dit een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En word lid van Easy Dutch. Door ons te ondersteunen maak je het mogelijk dat er meer van dit soort video's komen. Dan hopen we jullie de volgende keer weer te zien. Adios!